En de spirit of diplomacy in de local church, de geest van diplomatie in de lokale kerk, is het thema van een vierdaagse internationale Kingdom trainingsconferentie die gisteren is begonnen. De conferentie wordt georganiseerd door Stichting Building and Bridging International Suriname in samenwerking met Logos International, Bribi Ministries en Tabernacle of Faith and Love. Het doel is kerken bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. 8 sprekers uit het Caribisch gebied en Amerika verzorgen de trainingen en workshops. De voorzitter van een delegatie uit de Verenigde Staten, Pepe Ramnat, gelooft dat de kerken de opdracht hebben gehad om Gods werk te doen. Hij geeft aan wat zijn team wil bereiken. Because we do believe that the local church has been given an assignment to convey a message that Jesus Christ has brought to the earth. In fact, what this forum is going to discuss is not really on a basis of religion, but on a basis of helping a nation socially, economically, and politically. The message of Jesus Christ was really a social, political, and economical message to help nations to function just like heaven on earth. Voorafgaand aan de opening van de trainingsconferentie is er een persconferentie belegd. Steven Reema, apostel van Logos International, zei op de persmeeting dat het kerkgebeuren in Suriname meer toegevoegde waarde moet krijgen. Kerken worden volgens hem steeds meer betrokken bij politieke, sociale en economische aspecten in de maatschappij. Dus we zijn blij met dit initiatief dat Pastor Kelvin en zijn team hebben gedaan. En wij sowieso van Logos International joinen dat. Omdat wij geloven dat de kerk moet zijn het geweten van een land. U weet terug in de tijd, als we kijken hoe bijvoorbeeld de Rooms-Katholieken een bijdrage hebben geleverd op maatschappelijk gebied, de EBG'ers en ook andere kerken, denk ik dat we terug moeten gaan naar het fundament om hetzelfde te doen. Om niet alleen te zijn een religieuze organisatie zoals de andere sprekers dat gedaan hebben, maar dat wij ook kunnen helpen om te ontwikkelen van het land, om het land te transformeren, om vooral in deze tijd waar wij praten over de waarden en normen terug te brengen in het land, dat de kerk dan als stem, geweten van het land, ook een bijdrage kan leveren. Dat is dus apostel Steven Reema van Logos International gistermiddag tijdens de persconferentie over de internationale Kingdom trainingsconferentie die gisteravond is begonnen. De conferentie duurt tot en met 25 februari en wordt in de ballroom van Hotel Torarica gehouden.